Ipreda nu. Je weet het meteen. Vandaag vieren wij Ipreda de Nassaudag. Ook is het vandaag de landelijke kastelendag, waardoor kasteel Bouvigne en het kasteel van Breda geopend zijn voor het grote publiek. Het kasteel van Breda was het stamslot van de Nassaus. En zij hebben ervoor gezorgd dat Breda weer erg welvarend werd. 350 jaar geleden werd hier de vrede van Breda getekend. Welkom op de Nassaudag. In deze zaal is ooit de vrede van Breda getekend. En ooit bedoel ik 350 jaar geleden. Dat maakte een einde aan de oorlog met Engeland. De Tweede Engelse Zeeoorlog. En het ging eigenlijk over wie is de baas in de wereld en over de wereldzeeën. Nou heren, ik sta niet op het punt om de vrede van Breda te ondertekenen, maar wat ga ik dan precies ondertekenen? U tekent een vrede tussen de Republiek van Verenigde Nederlanden en een vrede tussen Engeland, waar onder andere diplomaten bij vertegenwoordigd waren vanuit Frankrijk, uit Zweden en uit Denemarken, om een einde te maken aan de Tweede Engelse Zeeoorlog. Dus we gaan een einde maken aan de Tweede Engelse Zeeoorlog. Exact. Nou, dan gaan we nu over op het tekenen. Heel mooi. Lijkt me een mooi plan. Waar mag ik mijn handtekening zetten? Nou, u bent nu op de plek van diplomaat Horris. Ja. U ziet hem hier vertegenwoordigd. Gaat uw gang. Tekent u maar. Dank u wel. Hij staat. U heeft zojuist getekend dat Nieuw Amsterdam New York is geworden. Dat wij Suriname hebben gekregen. Een aantal eilanden op de Antillen. En dat we ook een mooi deel kunnen nemen van de slavenhandel. Nou, de Nassaudag is hier omdat Breda de Nassaustad eigenlijk van Nederland is. Want hier is het allemaal begonnen. En dat is eigenlijk op de plek waar ik nu zelf naartoe kijk. En jullie kijken nu naar het paleis. Het paleis wat ooit gebouwd is door Hendrik III. Maar ooit is het hier begonnen met de heren van Polanen hier op het kasteel van Breda. Jan van Polanen had een dochter. Die dochter die werd uitgehuwelijkd aan Engelbrecht van Nassau. En dat alles in 1304. Dat is dus wel heel lang geleden. En dat geslacht Nassau is in Breda gebleven tot 1581. Dat is het laatste jaar geweest dat onze Willem van Oranje hier op het kasteel gewoond heeft. Ik ben legendejager. Ik ben afkomstig uit 1279 en op doorreis door 2017. Dus u bent een legendejager? Ja, ja, ja. Wij speuren naar legendes en sagen, mythen, alle verhalen van de streek en de historie. En dit zijn de evenementen waar wij moeten zijn natuurlijk. En wat heeft hij allemaal bij in die tas? Want ik zie dat hij van alles vast heeft. Ja. Staf, een tas. Klopt. Ik kwam rechtstreeks uit 1609. En in 1609 hadden we Lucas Tas in Wolfslaag. Dat is iets verder vandaan. En die heeft ooit het Electrum Vitae uitgevonden. En dat is het levenselixer. Dus maken we gelijk een commercie van. Dus tegen alle kwalen. Alle kwalen. Hij had ook het Veneets Driakel gemaakt. En dat heeft Breda destijds gered van de pest. En om te bewijzen dat ik de waarheid spreek, mag je in de Grote Kerk gaan kijken, want daar ligt zijn graf. Breda nu. Je weet het meteen.